Laat me je het bizarre verhaal vertellen van Johan Willem Ripperda. Een arme adellijke Groninger die door list, bedrog en slimme spelletjes opklimt tot Nederlands ambassadeur in Spanje. Generaal in dienst van de Sultan van Marokko. En zelfs bijna koning van Corsica. Cultuurcollege. Ripperda in Groningen in 1 minuut. Het leven van Johan Willem Ripperda begint in 1682 in Oldenhoven, vlakbij Groningen. De adellijke familie Ripperda was ooit heel rijk en machtig, maar daar is nu niets meer van over. Ripperda is een jonge man zonder goede vooruitzichten, maar met grote ambities. Hij wil de wereld en de politiek in. Er zijn alleen 2 belemmeringen. Hij is 1 katholiek en 2 straatarm. De oplossing is simpel. Dankzij zijn goede familienaam trouwt hij deze rijke protestantse dame. De liefde is ver te zoeken, wat wederzijds is overigens. Maar ja, hoe belangrijk is liefde als je de wereld wil veroveren? Voordat hij dat kan doen, moet hij zich wel nog even bekeren tot haar protestantse geloof. Kleinigheid. Nu kan Ripperda eindelijk de politiek betreden en hij veroorzaakt direct opschudding met een sluw plan. Hij helpt Johan Willem Friso om stadhouder van Groningen te worden door stiekem met geleend geld landhuizen en boerderijen en daarmee stemrecht te kopen. Want hoe meer grond, hoe meer stemrecht. Dit succes smaakte naar meer en Ripperda richt zijn pijlen op Den Haag. Het lukt hem zelfs om afgevaardigde van de Staten-Generaal te worden. Einde van een mooi verhaal, toch? Nee, dit is pas het begin. Ripperda, de meesteroplichter van de 17e eeuw en zijn Spaanse avontuur, dat eindigt in een nachtmerrie. Cultuurcollege, Ripperda in Spanje in 1 minuut. Johan Willem Ripperda, afkomstig uit een verarmde adellijke familie uit Groningen, heeft zich op slinkse wijze weten op te werken tot lid van de Staten-Generaal. Tot in 1713 bekend wordt dat hij grote schulden heeft. Hij wordt uit de Staten-Generaal gekikt en om echt van hem af te zijn krijgt hij een positie aangeboden als ambassadeur in Spanje. Hij weet niet hoe snel hij moet vertrekken en laat zelfs zijn vrouw en 3 kinderen in Nederland achter. In Spanje bekeert hij zich weer tot zijn originele katholieke geloof, want dat maakt het leven daar dan weer net een stukje makkelijker. En dan begint zijn grote spel om binnen te dringen bij het Spaanse Hof. Dat lukt hem wanneer hij in opdracht van de Spaanse koning in 1725 het Verdrag van Wenen tot stand weet te brengen. De Spaanse koning Filip maakt hem als bedankje hertog en eerste minister van Spanje. Maar niet lang daarna blijkt het Verdrag van Wenen geen stand te kunnen houden door onder andere valse beloftes van wie? Van Ripperda natuurlijk. Hij wordt beschuldigd van hoogverraad, raakt zijn hertogtitel kwijt en wordt in de gevangenis gegooid. 3 jaar later weet hij natuurlijk alweer te ontsnappen en hij vlucht terug naar Nederland. En daar gaat hij natuurlijk niet achter de geranium zitten. Hoe de 17e eeuwse scam-artist Ripperda slachtoffer werd van zijn eigen streken. Cultuurcollege. Johan Willem Ripperda in Marokko in 1 minuut. In de vorige video hoorde je hoe meesteroplichter Johan Willem Ripperda na 3 jaar uit de Spaanse gevangenis weet te ontsnappen en terugvlucht naar Nederland. Daar heeft hij nog altijd problemen met schuldeisers, dus springt hij in 1731 aan boord van een schip naar Marokko. Niet lang daarna duikt hij uit het niets op als minister en generaal van de Sultan van Marokko, Abdullah. Op advies van de onruststokende Ripperda verklaart Marokko de oorlog aan Spanje. Maar het Marokkaanse leger wordt finaal in de pan gehakt door de Spanjaarden. Bang voor de woede van de sultan vlucht Ripperda opnieuw. Hij verblijft een tijdje in de Tunesische hoofdstad Tunis en daar ontmoet hij deze avonturier, Theodor von Neuhoff. Theodor komt met het volgende wilde idee. Als Ripperda hem helpt met een opstand, dan maakt hij hem als dank koning van Corsica. Dat zou letterlijk de kroon zijn op zijn levenswerk van bedrog en deceptie. Dus Ripperda stemt toe en hij gaat mee op een militaire expeditie. Maar dan blijkt het trucje dat Ripperda zelfs tientallen malen succesvol heeft toegepast tegen hem gebruikt te worden. Theodor von Neuhoff strijkt zelf met de eer en wordt koning van Corsica. En Ripperda, die blijft berooid achter.